Nou, wij zijn als Balance volop bezig in het energieveld, zowel aan de projectenkant. Dus wij hebben mensen in allerlei rollen, projectmanagementrollen, in grote infrastructurele projecten zitten. Onder andere bij ook bedrijven die hier vandaag aanwezig zijn, Eneco, Jules, Stedin, Alliander, DGO, maar ook bijvoorbeeld Tennet. Maar daarnaast zijn we ook aan de voorkant, aan de planvormingskant, heel erg betrokken bij met name warmteprojecten. Onder andere in Purmerend, in het Rotterdamse, in Almere. Dus we zijn duidelijk aanwezig in het veld. Nou, wij vinden dit congres gewoon heel erg belangrijk, omdat wij denken dat warmte in Nederland in de toekomst een hele belangrijke rol gaat innemen in de totale energievoorziening die we in Nederland gaan hebben in de toekomst. We kennen natuurlijk allemaal de problemen rondom aardgas, het aardbevingsdossier, het aardgasdossier. Dus wij denken dat warmte echt een speelveld wordt waarbij wij als Balance betrokken moeten zijn. Het is al heel een kunst om 3, 4, 5 jaar vooruit te kijken. Dus over 10 jaar, daar durf ik eigenlijk ook nog geen uitspraken over te doen. Wat we in ieder geval weten met elkaar is dat het allemaal duurzamer moet. En wat we ook weten is dat onze aardgasvoorraden eindig zijn. En dat we eigenlijk moeten voorkomen dat we afhankelijk worden van externe bronnen. En daarmee zal in ieder geval warmte in de toekomst een belangrijke positie in de energievoorziening in gaan nemen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat is voor iedereen eigenlijk nog wel een vraag.